Nou, we gaan een speelgoedbank openen in de Minimalla in Ulft. De Sinterklaasactie van de 11-jarige Alexander uit Terborg heeft gezorgd voor de start van een heuse speelgoedbank bij sociale hulpwinkel Minimanna. Hij verzamelde de afgelopen maanden met een kraampje voor zijn huis cadeaus voor kinderen van armere ouders. De overgebleven presentjes worden nu via de stichting verder verspreid. Tot vreugde van moeder Diane Westland. Ik denk ook dat de hoeveelheid iedereen een beetje overweldigd heeft. Want we hebben, ik denk, meer dan 2000 stuk speelgoed in totaal gekregen. Het is naar ruim 400 kinderen gegaan in totaal. Ook op hele bijzondere plekken. Dus ja, we hebben echt wel hele kinderen in moeilijke situaties op allerlei plekken kunnen vinden. En dat is gewoon heel dankbaar werk, absoluut. Zo ging schoolmateriaal richting een school voor vluchtelingen in Zutphen. En gingen er een aantal cadeaus naar de daklozenopvang. Niet alle ingezamelde presentjes hebben al een thuis gekregen. Daarom creëert Minimanna nu een speciale speelgoedbank. Tot vreugde van bedrijfsleidster Margreet Vlokstra. We kunnen hier zeker wel 150 kinderen sowieso mee blij maken. En we gaan ook een deel naar Doetinchem doen. En dan kunnen we daar ook nog zeker wel 200 kinderen blij mee maken. Het is echt, overweldigend gewoon. Alle kinderen waarvan de ouders een pasje van de Minimanna supermarkt hebben, kunnen bij feestelijke gelegenheden, als een verjaardag of afzwemmen, een cadeau afhalen. Verjaardagen, kerst, Sinterklaas, wat je maar kan verzinnen. Het huis van Alexander in Terborg peulde de afgelopen tijd uit door de actie. Toch wil de 11-jarige volgend jaar verder gaan met hulp van anderen. Alleen gaan we proberen het groter te maken. We gaan naar vrijwilligers vragen of die ook hetzelfde willen doen als ons. Zodat we meer kinderen kunnen bereiken. Maar ja, we gaan zeker mensen vragen om ons hier mee te helpen. Want dit is zo vreselijk groot. Ja, dat was eigenlijk misschien wel een klein beetje te veel voor inderdaad een jongen van 11 en zijn papa en mama. Dus we gaan gewoon mensen zoeken die hem daarmee kunnen helpen. Vriendjes, misschien mensen die kunnen helpen met poppenkleertjes maken. Of de poppen even wassen en schoonmaken, knuffels wassen. Eigenlijk alle hulp is welkom.